saying that you are God. Yes, the world will bow down and say that you are King. And we are talking about Jesus Christ, the Son of the Most High God. The one who died for us so that His kingdom, His Holy Spirit could live in us, could renew us, could heal us, could show us our path. Thank you.
Oh,
the Alpha and Omega. And we want to love you and live for you like Alpha and Omega. The beginning and the end, oh Lord. You know every step we take. You know every process we go through. You know our hearts. You know our minds. But when we lean on the Alpha and Omega, nothing can stop us. Yes, people might hurt us. Yes, you know, we might have some difficulties, but the Lord stays the same. And He is a good God. And He deserves the glory and the honor. Lord, take your place here as we sing to you.
You are worthy to be praised. Yes. I glory to you. Yes. I honor to you. Yes. We worship you, Lord. Yes. We praise you, Lord. Yes. We open our hearts to you this morning, Lord. Yes. We give our mouth to you, Father. You are worthy. You are to be worshiped, Father. You are everything for us, Lord. Nogmaals bedankt dat u hier bent deze ochtend. And we pray for the ones who are still on the way. We bidden voor degenen die nog steeds onderweg zijn. And for the ones who cannot be today present. En ook voor degenen die niet aanwezig kunnen zijn. Because of different circumstances. Door verschillende omstandigheden. But we welcome also our Facebook Live audience. We verwelkomen ook degenen die via Facebook Live aan het kijken zijn. Before going into the word. Voordat we in het woord gaan, zou ik willen vragen of er iemand hier voor het eerst is. Is er iemand die iets te vieren had afgelopen week? Birthdays. Verjaardagen. Anniversaries. Jubilea. Oké, okay. Iemand? Niets? Oké. Okay. En Pastor Stefan, we welkom you. We open the floor for you. Yes, Pastor Stefan, we welkom you. How are you doing? Gaat Are you good? Gaat why don't we move a little to the front, everyone? Is that possible? It is possible? Good. And of course, everyone on Facebook, very welcome. Iedereen op Facebook, welkom. We are streaming live again. We streamen live. So if you can or want to share this live stream, you can do it. I did it last year as well. Dus als je deze live stream zou willen delen, dat kan. Now, the past 2 weeks have been very interesting. De afgelopen 2 weken waren erg interessant. Who have you learned something in the past 2 weeks? Wie heeft er wat geleerd de afgelopen 2 weken? Who of you got a new revelation of the word?
And the word opened up to you in a different way. Now the first week we went into what is the kingdom of God. And we gave you some attributes. And we gave you some characteristics of the kingdom. And the second week, last week, we went into one of the most important characteristics, and that is the citizens of the kingdom of God. And of course, you remember that, right? We spoke about the ambassadorship. We hebben het over het ambassadeurschap gehad. And how we should see ourselves different than we normally see ourselves. En hoe we onszelf anders moeten zien dan we normaal naar onszelf kijken. As a great ambassador who has been given the rulership and authority to change things. Jezelf zien als een ambassadeur die een heerschap heeft gekregen om grote dingen te kunnen doen. And often we don't see ourselves in that way. En vaak zien we onszelf niet. And we tend to see ourselves a little small. We zien onszelf wat kleiner. Just one of the 6.5 billion people. Eén van de 6.5 billion mensen. Miljard mensen. Een miljard. Ja, we're not that much yet. When we reach that much, perhaps we will inhabit other planets as well. Als we zo groot aantal blijven, zullen we waarschijnlijk ook andere planeten. But that is important to understand who we are in Christ on the earth. Het is belangrijk om te begrijpen wie jij bent in Christus hier op aarde. Now today, the third week. Vandaag, de derde week. Maybe you've seen the title of the preaching. Misschien heb je de titel al gezien van deze week. Already on the flyer it said, go into all the world. Op de flyer staat, ga alle naties in. Yeah, go into all the world. Ga in alle naties. And today I'm going to talk about one of the other characteristics of the kingdom. En ik wil het over een van de andere kenmerken hebben van koninkrijk. It is called territory. Territorium genoemd. Any kingdom in this world has a territory bound by borders. Ieder koninkrijk in deze wereld heeft een grondgebied afgebakend door grenzen. You all know this, right? If you are a kingdom and you don't have territory, so what are you ruling over? Als je een koninkrijk hebt, maar geen territorium hebt, waar heers je dan over? It still makes sense, right? Snap je nog? You still follow me? Okay, I just thought. I hope you still follow me. Okay, so we need to define, if we are ambassadors, then what is our territory? Dus wij moeten bekijken, wat is ons territorium als ambassadeur? Because not everything is our territory. The Bible doesn't say we are meant to rule over heaven. De Bijbel heeft niet gezegd dat wij over de hemel zullen heersen. So we shouldn't try to rule over heaven because God is already ruling over heaven. Dus we moeten ook niet proberen te heersen over de hemel, want God heerst er al. Are you with me? Snap je dat? So what does the Bible say about what a territory is? Wat zegt de Bijbel over wat een territorium is? Now I will go in depth on that topic today. Ik ga je vandaag in diepte op in. And I hope you will learn something from me. Ik hoop dat je wat van leert. And your eyes will open to the scriptures of God. En dat je ogen open zullen worden tot de schriftgedeeltes van God. Okay. Let's go to one of my favorite scriptures, Genesis 1, verse 26. We gaan naar een van mijn favoriete schriftgedeelten, Genesis 1, vers 26. And I think you all know the scripture by now. Ik denk dat jullie deze schriftgedeelte allemaal wel kennen. Let us make man in our image according to our likeness and let them rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. En God zei, laat ons mensen maken, laat ons beeld naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over de vogel des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipende gedierte dat op aarde kruipt. Now here the Bible clearly defines earth and everything the earth has produced is our territory. Hier zegt de Bijbel duidelijk dat de aarde en alles wat de aarde produceert ons grondgebied is. Is the place where we have dominion over or kingdom over. Dat is de plek waar wij zeggenschap over hebben. Ons koninkrijk is daar. Some people interpret the last sentence of over all the earth and over all the creeps that are on the earth. But it's not that. Make it clear to you, okay? All right. So our
gesteld. And it's quite vast. It's quite broad. En het is best breed. But it is specific. Maar het is wel specifiek. Because God wanted us to know when you have rulership over what is your rulership. Want God wil weten dat wanneer jij heerschappij hebt, je ook weet waar je heerschappij over hebt. You have rulership over all the earth. Je hebt heerschappij over de hele wereld. And the fish and the birds and everything that creeps over the floor and then all the cattle. So everything the earth produces. Je hebt eigenlijk zeggen van alles wat op de aarde moet lopen, wat de aarde produceert. That is our place of rulership. Dat is onze plek van heerschappij. That is our territory. Dat is ons territorium. Not heaven. Dus niet hemel. Like I just said. Zoals jij zei. Okay, you still understand me, right? Snap je het? Let me try to stretch you a little. Everything that you see outside, alles wat je buiten ziet, is earth. Is aarde. If you see the trees, zie de bomen. We have been given rulership over the trees. Dan weet je dat jij de eerste pijp gehad over die bomen. Understand this? Snap je dat? If we see animals outside, we have been given rulership over the animals. Als jij de dieren buiten ziet, dan weet je dat je eerste pijp over de dieren. If we talk about the resources in the earth, it's part of the globe. It's part of this ball that we live on. Als we het hebben over de voorraden die we op aarde hebben, dat is eigenlijk een deel van de aarde. All the mountains we see around us, all the nature. Alle bergen, alle natuur die om je heen ziet. It's all part of the earth. Allemaal onderdeel van de aarde. All the gold and silver that are in the ground and in the mines. Goud en zilver uit de grond en uit de mijnen. It's all part of the earth. God has created the earth with all the resources already stored in the earth. Met alle benodigdheden al in de aarde verborgen. But the resources are not for companies like Shell or big diamond companies that only become more wealthier over the backs of all the poor people. Maar die voorraden zijn niet bedoeld voor grote bedrijven zoals Shell of andere oliecompanieën die rijker worden over de rug van andere mensen. But all these resources are meant for us. Because we are meant to rule over the earth and all the affairs of the earth. You're still getting me? Maar al deze dingen zijn voor ons, zodat wij kunnen heersen over de aarde. When was the last time you went to a tree and started to declare something to the tree? Wanneer is de laatste keer dat jij een boom hebt afgelopen en dingen over een boom hebt verklaard? Or your plant? Yeah. And some of you are like, ah, that's crazy. En sommigen hebben ze zo'n aardig om ons. But Jesus did it. Maar Jezus deed het. Jesus declared things to the fig tree. Jezus heeft dingen aan de vijgenboom verklaard. And people were not laughing at Jesus when he did that. En mensen lachten Jezus niet uit toen hij dat deed. I want to stretch you a little to understand, to make you understand that the earth is a great thing. Ik probeer je te laten inzien dat de aarde groot is. And now, a lot of us as Christians, a lot of us as churches, we want to leave earth and go to heaven. En veel van ons christenen willen de aarde verlaten naar de hemel. Well, God sent us from heaven to earth to tend the thing that he has created for us. Maar God heeft ons juist van de hemel naar de aarde gezonden, zodat wij kunnen zorgen voor het ding wat God ons gegeven heeft. So when I was preparing this week, I said, okay, I have to probably make it practical with an example. En toen ik dit voorbereidde, dacht ik, ik moet dit praktisch maken met een voorbeeld. So that we can all understand what it means. Zodat we allemaal kunnen begrijpen wat dit betekent. Now, let's say you work for a real estate company. Laten we zeggen dat jij voor een vastgoed. Okay. And your boss tells you, you know what? There is a big house there. En je baas vertelt je, weet je, daar is een groot huis. And I hear only bad stories about the house. Ik hoor alleen maar slechte verhalen over. I hear it's dark, there's no light in the house. Het is donker, er is geen licht in dat huis. I hear that the people are poor in the house. De mensen zijn arm in dat huis. And I hear that the people have nothing, they only eat fast food in that house. En ze eten alleen maar junk food in dat huis. I hear that the people have a lot of debt in that house. Yeah, and that's not the way, because it's my property, that's not the way that I want to deal with my property. Het is mijn eigendom, het is niet de manier waarop ik met mijn eigendom wil laten omgaan. And I hear there's someone in that house that's ruling over that house that I don't want to rule over. En iemand heeft zeggenschap over dat huis waarvan ik niet wil dat diegene zeggenschap. Do you understand this analogy, right? Snappen jullie deze analogie, okay. Deze vergelijking? And now, that boss sends you to the house. Nu stuurt de baas jou naar het huis. So what is the thing you should do? Wat is het ding wat je gaat doen? You should deal with the one that's ruling over that house. Je moet degene die zeggenschap over het huis heeft aanspreken. You have to put him out. Je moet het aangeven. You have to put him out. Je moet hem eruit zetten.
You have to start putting back the lights in the house. Je moet de lampen weer installeren in het huis. You understand this? Yeah. You have to get the people who live there, educate them in the house to come out of their debts. De mensen die daar wonen moet je onderwijzen met hun schulden. You have to teach them how to eat in their house again. Je moet ze opnieuw leren gezond eten in het huis. How to clothe in their house. Moet ze moeten aankleden. How to speak to one another in their house again. Moet ze elkaar moeten aankleden. You have to instill values in the people so that they don't kill each other in their house. De normen en waarden in de mensen. So that they share again in their house. You understand this, right? That is the task that has been given to us. You have to find, you have to renovate the house again. Je moet het huis renoveren. Because when you come in, the house looks like a chaos. Want als je het huis hebt, is het één grote chaos. It is empty. Het is leeg. Where are the furniture? Waar is het meubilair there? You have to put the furniture back into the house. Je moet het meubilair in het huis zetten. You have to bring order back. Je moet de orde weer terug. You renovate, you make it beautiful, make it presentable. So then when the owner comes back, zodra de eigenaar weer terug, the owner will look at the house and say, you faithful servant. Zal hij naar het huis kijken en zeggen, jij trouwend. Here's your bonus. Hier is jouw provisie. Amazing what you've done. Goed wat jij gedaan hebt. You've renovated the house, the light is back on, people are eating well and drinking well, etc. etc. You know what I'm saying, huh? Snap je wat ik zeg, hè? But what we do, maar wat doen wij, is we go into the house. Wij gaan naar de reality, hè? We go into the house. We see everything that's happening. We zien alles wat er gebeurt. We see the people in the house that they're scared that they don't have anything and they're in chaos. We zien dat de mensen bang zijn dat ze in chaos leven in dat huis. What we do is we find a room that's empty. En wat doen wij? We gaan op zoek naar een lege kamer. And also live in that house the way they live. En in datzelfde huis wonen op dezelfde manier als zij dat doen. That's what we do. And then we light the candle in the middle of that room. En dan steken we een kaars aan te midden van die kamer. And we invite everyone to come to our room because here's the light. En we nodigen iedereen uit om naar onze kamer te komen, want daar is het licht. And then when we sing. En als we dan zingen. And we pray. And then we rebuke the one that is the one that's ruling over the house. En eigenlijk bestraffen we degene die over het huis heerst. And then the one is like, yeah. Okay, you rebuke me the whole time. Dus je bestraft me de hele tijd. You want to pray and you want to fast in the house. En je wilt bidden en vasten. No problem. Mee. Stay in your room. And get, you know what you do? Make sure that more people come into that room. Zorg ervoor dat er meer mensen in. You become bigger and bigger. It's like church. You become bigger and bigger. But the house remains the same. Maar het huis blijft hetzelfde. Yeah, wherever you are with the group, there's light because that small candle is there. Ja, maar jij bent met de groep, daar is de licht in, vanwege dat kaarsje. Instead of making sure that everyone becomes a candle, setting it out to the whole house and light up the whole house. Maar je moet ervoor zorgen dat iedereen een kaarsje wordt door het hele huis heen oplicht. Are you understanding what I'm saying? Snap je wat ik zeg? We have been given stewardship by the boss over that house. Wij hebben rentmeesterschap van de baas gekregen over dat huis. God gave us the earth to steward the earth, to make sure that the earth would look like heaven looks. God heeft ons rentmeesterschap gegeven zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de aarde net zo uitziet als de hemel. I know for sure, I have not been in heaven, but I know for sure, where God is, there is no poverty. Ik ben niet in de hemel geweest, maar ik weet zeker dat waar God is, er geen arme mensen zijn. I know where God is, there is no lack. Waar God is er geen tekort. I know that where God is, there is order. Waar God is er orde. Alright? You understand what I'm saying, right? Ik weet niet wat er gezegd wordt. Okay. It is time for us to clean up the mess that has been done in the past years, generations. Het is tijd voor ons om de rotsblok te ruimen die door de generaties heen is. In fact, the house or the earth is waiting for us. Het huis, slash de aarde, wacht op ons. It's waiting for us. Het wacht op ons. And you can say, how can that tree, how can the grass, how can the dirt, the soil wait for us? En je zegt, hoe kan die boom of het gras of een vieze bodem op ons wachten? How can it wait for us? Because it's not a human. Hoe kan het op ons wachten? Het is geen mens. Well, let me tell you. When God created earth, toen God de aarde, He put an expectation in the earth. Heeft hij een verwachting in de aarde? And the earth knows that someday, one day, we will come and we bring back order in the thing that the Lord has created. En de aarde weet dat er op een dag zal komen waarop wij orde zullen terugbrengen. The earth is in the confusion. De
aarde is in verwarring. Because the earth doesn't understand why. What are we waiting for? Want de aarde snapt niet waar we op wachten. Let us go to Romans 8, verse 19. Laten we gaan naar Romeinen 8, vers 8. 8, vers 19. The earth we can define as the soil, as the physical ball, physical planet that we live on. That is the earth. Aarde is eigenlijk de bol waar we leven. All right, everything you see around you, that's the earth. Alles wat je om je heen ziet, dat is de aarde. You're with me, right? Hoeft het op? All right, let's look at this. Let's read until verse 22. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Want het schepsel, als een opgestoken hoofden, verwacht de openbaring de kinderen des Gods. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Want de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Het bestaan wordt beheerst door dood en bederf. Door dood en bederf. Dat wil de aarde niet zelf, maar het heeft God zo gedaan. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van het zinloos bestaan, waar alles in dood eindigt. And in verse 22. For we know that the whole creation groans and labors in birth pains together until now. We weten dat de hele aarde bedoeld zucht en kreunt van pijn tot het zover is. The Bible speaks that the earth is waiting with paining, waiting for us to be revealed. De Bijbel spreekt over dat de aarde wacht met pijn totdat hij eindelijk het wilt komen. The earth is in pain at the moment. De aarde lijdt op dit moment. Because the earth has been subjected to another rule that is not the rule of God. Want de aarde is onderworpen aan een andere heerschappij dan de heerschappij van God. And the earth is created for God. En de aarde is geschapen voor God. So the earth is in confusion. Dus de aarde is in staat van verwarring. It is ruled. All the seas are mined now by all the oil that is in there. In alle zeeën wordt er gezocht naar olie. Because we want to consume all the oil. Want wij willen alle olie gebruiken. The earth doesn't understand what is happening. De aarde snapt niet wat er gebeurt. Because the earth is made for God to bring glory to God, but it's not subjected to bondage and rulership of something else. Want de aarde is gemaakt om God glorie te brengen, maar hij is onderworpen aan de heerschappij en is gebonden. You understand this, right? And the Bible says that the earth is waiting, earnestly waiting with expectation. En God zegt de aarde wacht vol verwachting. For the revealing or the manifestation of the sons of God. Voor de onthulling of de manifestatie van de zonen en dochters van God. And the sons that are of course men and women. You understand this, right? The earth is waiting for us. But we often are waiting to go to heaven. And it's a twisted mindset. Het is een vertraagde manier van denken. That has been creeping into the church. Die erin is geslopen in de kerk. The Bible never says that, but somewhere in the past 150 years, it has been all about heaven. De Bijbel heeft het nooit gezegd, maar ineens de afgelopen 150 jaar gaat het ineens alleen maar om de hemel. But the Bible is a book that talks about earth and how to live on the earth. Maar de Bijbel is een boek die spreekt over de aarde en hoe te leven op aarde. So that we can continue by the laws of God, so we can redeem the earth once again. Zodat wij kunnen doorgaan voortdurend op de wetten van God en de aarde kunnen vrijzetten. Earth was made for us humans. Want de aarde is gemaakt voor ons mensen. When God made the earth, toen God de aarde schiep, He had the humans in mind. Had hij mensen al in gedachten? If we were not on his mind, he would not have made earth. Als wij niet op zijn eerste gedachten waren, had hij de aarde niet gemaakt. You understand this? He wants to see himself in us. Hij wil zichzelf in ons terug. And we can be, because we're making this image of likeness, we can be like God on the earth. Wij kunnen zoals God zijn hier op aarde. There's no one greater than him. Er is niemand groter dan hem. And he knows that. So he's alone there on the top. There's no one greater than him. Hij is daar alleen aan de top. Er is niemand groter. So what can he do to delight? Dus wat kan hij doen om te verblijden? Look at himself.
Because there's no one greater than him. Er is niemand groter dan hem. Who is he going? Who is he going to look up to? Naar wie gaat hij kijken? No one. So he wants to look at himself. Hij wil naar zichzelf kijken. The 6.5 billion people on the earth made in the image and likeness of God. Er zijn 6.5 miljard mensen gemaakt in de beeld. How beautiful that God can look at himself 6.5 billion times. Hoe prachtig is dat God zichzelf 6 miljard keer kan terugzien? But we need to portray also the image that God gave to us. We don't want God to break down and cry when he looks at us. Okay, if you look at Genesis 2 verse 5. Now it says, now no shrub of the field was yet in the earth, and no plant of the field had yet sprouted. For the Lord God had not sent rain upon the earth, and there was no man to cultivate the ground. And verse 7 says, God formed the man, and he became a living being. And after that, God planted the garden and placed the man in it. Vers 5. In het begin waren nog helemaal geen struiken op de aarde en groeide zelfs geen gras, want de Heer God had het nog niet laten wegen. Er was ook nog niemand op de grond te bemerken. Vers 7. Toen de Heer God de hemel en de aarde maakte, maakte hij zo de mens. Hij maakte hem van de stof van de aarde en blies de levensadem in zijn neus. Zo werd de mens levend wezen. See the responsibility that God gave to us. Zie je de verantwoordelijkheid die God ons gegeven heeft. He made Adam. Hij heeft Adam gecreëerd. And he placed him in the garden. En in de aarde, in de tuinje plaats. To work the earth. Om de aarde te bewerken. That's what they needed to do. He was made. Hij is gemaakt. And immediately had to work. En hij was gelijk aan het werk. Now we sometimes we feel that we kingdom people we don't need to work because God will provide everything. Soms denken wij dat als kingdom people niet hoeven te werken, want God zal voor alles zorgen. Adam was one day old. Maar ook nog een jaar oud. One day. Een dag. He was drinking milk. Droomt hij melk. And God said go. En God zegt ga. And work. Werken. Oh, we cannot understand this. Dit kunnen we niet begrijpen. But that because God understood, finally there's someone after my image and likeness. Maar God begreep dat eindelijk iemand naar mijn beeld. Now this I've made for you to work on. Dit heb ik voor jou gemaakt om aan te werken. And note one thing. En let op één ding. God didn't allow it to rain there. God had hem niet toegestaan om te laten regenen. God didn't allow the plants of the field to be sprouted yet. God had hem niet toegelaten dat de planten groeien waren. Why? Because there was no man. Omdat er nog geen mens. God always first creates the man and then creates the ministry. Hij creëert eerst de mens en dan pas de bediening. Alright? Yeah. We want to do church. And then there's a 1,000 ministries in the church, and we just place anyone that we can find because we want to fill the gap of the ministries. En er zijn daar duizenden bedieningen in de kerk, en we pakken er maar één. Because we want to fill the gap. Omdat het gat eigenlijk wil opvullen. But sometimes you need to wait until you're ready to do the ministry. Maar soms moet je wachten totdat je klaar voor bent om die bediening uit te voeren. Because you don't want to mess up the land if you don't know how to tend the land. Want je wil het land niet eigenlijk verpesten als je niet weet hoe het land moet werken. If you look at all the greens, you don't know what to do, so you pull it out. You say, okay, maybe then it will look good. Je kijkt naar alles goed op de grond en denkt, nou, trek het er maar uit, want het ziet er een beetje uit. It is not going to be beneficial for the earth. Dat zal niet goed zijn voor de aarde. He made you. Hij heeft jou geschapen. And then he gives you a ministry. Van you understand this, right? Okay. So from the beginning of creation, the responsibility for us has been the earth. Dus vanaf het begin is eigenlijk onze verantwoordelijkheid de aarde geweest. Adam was one day old and he was placed in the garden to tend the earth. Adam was op een oud en was op aarde geplaatst om grond te bewerken. We are made to rule over the affairs of God, the created affairs called the earth. Wij zijn gemaakt om de aarde van God te plannen van God op aarde te behartigen. And it's not only now. Het is niet alleen nu. It is for eternity. Maar voor altijd. The Bible says in Matthew 5, verse 5, that blessed are the humble, for they will inherit the earth. De Bijbel zegt in Matthäus 5, vers 5, gezegend zijn zij die humble van hart zijn, want zij zullen de aarde beërven. It doesn't say that blessed are the humble or the meek or the gentle, for they shall go to heaven. No, they shall inherit the earth. Ze zullen de aarde erven. And
and not, they won't go to heaven. You have to understand this. Earth is being given for us to eternity, not only for now. Aarde is voor eeuwigheid, niet alleen voor nu. Not only for now when we live in it until we die. Niet alleen totdat wij doodgaan. Understand this? So Earth is that physical realm, that bowl, that soil that we can see outside. De aarde is de fysieke ruimte, bloot die je uit buiten kan zien. Now if we are called to inherit the Earth, dus als wij zijn geroepen om de aarde te, we need to make sure that while we are alive, we gather pieces of the Earth. Dan moeten wij er zeker van zijn om tijdens het leven bij stukken van de aarde verzamelen. If the Earth is given to us. Why do we want to invest in everything else but Earth? Waarom willen we dan overal investeren behalve in de aarde? Let me say it different. Why do we want to buy everything that has no value? Waarom willen we alles kopen wat niet van waarde is? Instead of investing in land. In plaats van te investeren in land. The moment you have land. Het moment dat jij land hebt. You have acquired a piece of the Earth. Dan hebben wij een stukje. And we all know that the earth is the Lord's and the fullness thereof. We weten allemaal dat de aarde de Heer toebehoort en alles daarop. But if I say you have to buy it, you have to own it, of course I mean you have to steward it, right? Maar wat ik eigenlijk bedoel is dat jij daar rentmeesterschap over hebt. But that's a concept that of course the world doesn't really understand. Yeah. Maar het is een concept die de wereld niet echt begrijpt. So we talk about ownership. Dus wij hebben het over eigenlijk. But you know what I mean, okay? Maar je weet wat ik bedoel. So we have to buy and own the land that you see around us. Sometimes we have to work so hard. Soms moeten we zo hard werken. And everyone around us is going forward in life. En iedereen lijkt maar voorwaarts te gaan. And we see them driving a beautiful car. We zien ze in een mooie auto. We see them in new suits or new clothing. And we are there, not there yet. Maar wij zijn daar nog niet. But you know what we're doing? Weet je wat wij doen? We're saving up money. Wij sparen ons geld. Or we're investing. Wij investeren. So at some point in your life. You can buy a piece of land. Op een zeker moment in je leven kan jij ze. And everything will devaluate. En alles zal dalen. But you must also know that by the increasing of the people on this globe. Maar dat er steeds meer mensen op deze aarde komen. Having a land will be more valuable over time. Zal een stuk land bezitten waardevol zijn naarmate de tijd vordert. If you have a house and you own a house. Als jij een huis hebt. Your own property. En je hebt bezit. Don't sell that house to buy cars or whatever. Verkoop dat huis niet om auto's. Don't sell that house to go and rent and to see how you can keep property. Because at some point when you keep pieces of the earth, you fulfill the mandate that the Lord has given to you. Bekijk hoe je het kan behouden, de property, de bezittingen. Want je bezit eigenlijk een stuk van de aarde. You understand what I'm saying? Yeah. It is so vital for us. Het is zo vitaal, zo belangrijk. One of my colleagues told me the other time, he said, where I'm from in Morocco, I'm from a small village. Een collega van mij vertelde dat hij uit een klein dorp in Morocco komt. And he said, if I pay 2000 euros, I have a big plot of land. Hij zei, als ik 2000 euro betaal, heb ik een groot stuk land. And of course, now we see that there's no roads there and that stuff, but you own a big piece of this earth, of this globe. Er zijn nog wel liggen wegen, maar je hebt wel een stuk van deze aarde in je bezit. If you can go into all the remote places and with a small change buy pieces of land everywhere in the world. Als jij in alle afgelegen plekken een stuk land kan kopen met weinig geld. I believe that you're fulfilling the mandate of tending the earth for God. Dan geloof ik dat jij het mandaat vervult van de aarde beheren voor God. Because if we as Christians, if we as kingdom believers can all have that mindset of buying stop of buying things of the earth. Want als wij als christenen allemaal de gedachten hebben om spullen te kopen, land te kopen voor het koninkrijk van God. I believe that God will open up doors for us to generate more wealth so we can buy more for God. Dan geloof ik dat God meer welvaart voor ons zal vrijstellen zodat wij meer land voor God kunnen kopen. And in order for us to keep the land, tend the land. En het land te behouden en ook te onderhouden. You understand this? The principle of earth is so important to us. Het principe van de aarde is zo belangrijk. But we want to look good, so that's why we want to buy things that make us look good. Maar wij willen er goed uitzien, dus we kopen wel dingen waardoor we er goed uitzien.
uit. And a piece of land where a forest is on, it doesn't make you look good in the clubs. Maar als je zie je niet veel beter uit in de club. Okay. It's not a ride when you go like this, you sit all the way like this in the middle, almost over your stick shift, you know, like this. You see, when you ride the car, you cannot even go, you cannot even almost see the road because you're so low. But it's cool. Let me tell you, it's not cool. It's a waste of your money. I'm just saying, it's a waste of your money. Invest in the things that have a generational purpose. Your kids will be thankful, not for the Honda Civic that you have tuned. Your kids will not be happy with that. Your kids will be happy if they have land that they can build houses on. We will inherit the earth. And the Bible says in Revelation 5, verse 10, that You know who spoke that in Revelation 5 verse 10? You know who said this? It was the 24 elders and the four creatures. Het waren de 24 oudste en de vier pastoors. Not creatures. Creatures. Nations. Yeah. They had the revelation already that okay, to the sons of God, them is given kingdom and priesthood. Over the earth. We don't have the revelation, but they had the revelation. The whole spiritual realm understands this principle. Now, there's many more scriptures in the Bible that you can find that speaks about earth and our responsibility. But I'm not going to go there because I think you understand the picture, okay? We all understand this? Amen? Okay. But the question that I want to go into is an important one. Is so if we know that we are ambassadors, and we know that we have to rule over the earth, over the land, what do we do? And how do we do that? Because it's very nice to let you go with this teaching, but if you don't know what to do, it will never take effect in your life. Het is wel heel fijn dat ik je vertel wat te doen. Deze prediking geeft, maar het is ook fijn als je weet wat je moet doen. Yeah, I don't want you to go out on the square and preach to the pigeons. Ik wil niet dat je gaat preken aan de duiven. Yeah, okay. Or the trees, without understanding. So we go to the scriptures again, and we go to Matthew 28, verse 19 and 20. And this we all know, this is called the Great Commission. The Great Commission. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ga nu op pad en maak overal tot leerling van mij, doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. En leer hem om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. En ik ben alle dagen met jullie tot op de tijd van de wereld om is. Why must we go and make disciples of all the nations? Waarom moeten wij discipelen in iedere natie gaan maken? Because you remember when Jesus said, you will do greater things than I do? Weet you remember that? Jezus zegt, je zult grotere dingen doen als ik. And we would say, how can anyone do greater things than Jesus did? En dan denk je bij jezelf, ik kan naar grotere dingen. Unless you understand that in the first day that they had church, 3,000 came to Christ. Tenzij je begrijpt dat op de eerste dag 3,000 mensen tot Jezus kwamen. That was when in the book of Acts, when Jesus was already gone up to heaven. In het boek Handelingen toen Jezus al naar de hemel was gestegen. So in the first day 3,000 was added to the church. 3,000
3000 mensen waren bij de kerk gekomen. That is probably more than Jesus had converted in his whole 3 years on the earth when he was walking here. Meer mensen dan Jezus zijn hele leven tot bekering. So the greater things that we talk about is not so much that we are greater person people than Jesus Christ. Dus het heeft geen betrekking op het feit dat wij betere mensen als Jezus zouden zijn. But if we would go out and make disciples of all the nations, we have a bigger span, a bigger scope to preach the kingdom, the gospel of the kingdom. Maar wij hebben een bredere spanwijdte om mensen te bereiken om het koninkrijk van God over te brengen. Jesus never left a certain radius outside of Jerusalem when he was ministering. Jezus binnen een bepaalde straal van Jerusalem gebleven terwijl hij bediende. He always circled around Jerusalem. Hij was altijd in de buurt van Jerusalem. But we have the ability to go into all the earth and to preach and to make disciples. Maar wij hebben de mogelijkheid om over de hele aarde te reizen en te prediken en discipelen te maken. Not to only preach the gospel of salvation, not to make disciples for them to understand who they are and what their mandate is. Niet alleen om te vertellen over de redding, maar ook om te uitleggen wie ze zijn en wat hun mandaat is. In the first session I said, we are there to, with a twofold purpose. To restore the people back to God, remember that? And second, to restore the earth back to its rightful people. Wij hebben eigenlijk het mandaat om de aarde te herstellen aan God en het mandaat om de aarde terug te stellen aan de mensen van God. Ja, so the relationship with God. Yeah. So if we understand that and we can make true disciples that understand this, everywhere on this globe, people will start exercising the rule and the kingdom of God. Als mensen het de hele wereld zouden begrijpen, zou iedereen de heerschappij van God willen uitoefenen. And then regain the land and get the earth. So with disciples everywhere on the earth, we would start operating the mandate that the Lord gave us. Dus met de discipelen die overal op de wereld zitten, zouden wij kunnen opereren naar de mandaat van God. It is greater than Jesus did. According to his own words. Het is groter dan wat Jezus zelf deed aangaande zijn eigen woorden. Because we can go into all the corners of the earth. Want wij kunnen alle hoeken van de wereld. It will be faster. Het is sneller. It will be more effective. Effectiever zal het ook zijn. You understand this, right? Now, if you look at, let me again look at the Great Commission, but then in the book of Mark. Ik ga nog over de grote opdracht hebben, maar dan in het boek van Mark. Mark 16, verse 15. Mark 16. And then we are normally taught that this is exactly the same as the Great Commission in the book of Matthew. Er werd ons geleerd dezelfde grote opdracht is als die boek van Matthäus tegenkomt. But I will show you that there is a slight difference in what Mark is saying. Er is een klein verschil in wat Mark zegt. The Bible says here, go into all the world and preach the gospel to every creature. Ga naar de hele wereld en vertel het goede nieuws aan iedereen. Now, the word world that is used here is not the same as the word earth or the nations that we've seen in Matthew. Het woord wereld wat hier gebruikt wordt is niet hetzelfde woord wereld wat in Matthew gebruikt. This is the Greek word cosmos. Dit is het Griekse woord cosmos. And cosmos is not a physical entity or a soil or the earth or the bowl that we live on. But the cosmos is a spiritual dimension. Het is een spirituele dimensie. So not only we have to go into the earth and make disciples of all the nations. Dus niet alleen moeten wij discipelen maken op de aarde en alle naties. We also have to go into the spiritual dimension and preach the gospel of the kingdom. Maar we moeten ook in de spirituele dimensie de boodschap van Jezus verkondigen. We in Dutch or in English, it's difficult to translate it the right way. In Nederlands of Engels is het lastig om het goed te vertalen. That's why we always say, we are going to travel the world. Daarom zeggen we altijd, we gaan de wereld bereizen. But we mean we're going to travel the earth. Maar we bedoelen, we gaan de aarde. Because we go from one geographical location to another geographical location, which is traveling the earth. Want we gaan van de ene geografische plaats naar een andere geografische plek, wat inhoudt reizen over de aarde. And we cannot ascend
to another dimension. We can go into a plane, but eventually the plane will land again. Wij kunnen niet overstijgen naar een andere dimensie. Wij kunnen wel in het vliegtuig stappen, maar het vliegtuig zal ooit weer moeten landen. And God, that's one of the things I believe God made first is gravity to make sure that we stay on the earth. Okay, alright. So we have to go, you know, we go into the geographical locations of the earth, but we also go into a spiritual dimension called the world. Dus wij moeten ons in de geografische plekken begeven, maar ook in een dimensie die de wereld genoemd wordt. To fulfill our mandate as an ambassador of Christ. Om onze mandaat te vervullen als ambassadeur van Christus. We must understand that the rulership that we have been given, our mandate that we have been given first. We moeten begrijpen dat het mandaat dat ons eerst gegeven is. To change the earth means that we have to change the system, change the world. Dat het betekent om het systeem te veranderen, om de wereld te veranderen. We can only change things on the earth if we first change them in the world. We kunnen de dingen op de aarde alleen veranderen als we dingen in de wereld als eerst veranderen. Let it sink in. Laat even inzinken. If we go and only want to change the earth by replacing people into different positions, als wij de aarde willen veranderen, mensen verschillende posities te plaatsen, the end result will not change. Dan zal het eindresultaat niet veranderen. Understand what I'm saying? Because the kingdom of darkness is ruling not over the earth but over the world. Want het koninkrijk van de duisternis die heerst niet alleen maar over de aarde, maar ook over de wereld. And the effect of that is seen on the earth. En het effect daarvan zie je aarde. You understand this? If we do not understand that our first responsibility is to better the kingdom of darkness, als wij niet zien dat onze verantwoordelijkheid is de strijd aangaan met de koninkrijk van de duisternis, things will not change. Dus zullen dingen niet veranderen. If we start here in HD Life a soup kitchen, als wij hier een gaarkeuken beginnen, and I would love us to do that. En ik wil het graag nog doen. All the poor people of this area come and eat soup here. Komen alle arme mensen uit de buurt soep eten? You know that they are hungry. Mensen die honger hebben. We can do that for a whole year. Dat kunnen we een heel jaar doen. But if we stop with that, maar als we daarmee stoppen, people will remain the same, not having food and being hungry. Zijn mensen niet meer veranderd? Ze hebben alleen honger. There's no long-lasting effect if we only look from our eyesight to what things that need to be changed. Er is geen effect op lange termijn. We understand what I'm saying? We have to change the world, meaning to say that the kingdom of darkness is ruling in this area. That's why there's so much poverty and unemployment. Wij moeten de wereld veranderen. De koninklijke duisternis die heerst in dit gebied. Daar moeten wij het veranderen. So if we replace the rulership back to rightful kingdom people. Dus als je de heerschappij weer verschuift naar de mensen die de koninkrijk mensen. That will rule with the integrity of God. Die zullen heersen met vanuit de integriteit van God. From the understanding that it's not about us, but it is about God. En vanuit het begrip dat niet om hen gaat, maar om God. We have a way to change the face of this earth. Dan kunnen wij de aarde veranderen. We know that the Bible says that everything that is seen comes from the invisible. Wij weten dat de Bijbel zegt alles wat wij zien voorkomt uit hetgeen wat we niet kunnen zien. If the Bible says let there be light, als de Bijbel zegt laat er licht zijn, laat er licht. Then there will be light on this earth. Dan zal er licht zijn op aarde. But it's first spoken with the authority in the world. Maar het is eerst gesproken met vanuit de autoriteit in de wereld. So whenever we speak, we create something. Dus wat we uitspreken. Dus wat we uitspreken, kunnen we ook mee creëren. And that will be seen in the physical. En dan zal het in de fysieke worden gezien. Hebrews 11 verse 3 says, by faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what is visible. Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien is niet ontstaan uit iets zichtbaar, maar uit iets onzichtbaars. If you have a wood, if you have a pile of wood here,
Als je hier een berg hout hebt. And you make a table out of the wood. Je maakt een tafel uit. You make something of a material that was already there. Dan maak je het materiaal wat er al reeds was. So you give another usage to the wood. Je gebruikt het op een andere manier. But the wood was already there. Was so you didn't create something, you made something. Je hebt niet iets gecreëerd, maar iets gemaakt. Now God is the one that created things out of nothing. God maakt dingen uit het niets. He spoke, and suddenly something was there. En hij sprak en er was ineens iets. Now where did it come from? Waar kwam het vandaan? It came out of a realm that we cannot perceive with our human eyes. Ja, het kwam uit een dimensie die wij niet met ons ogen kunnen zien. And I know that a lot of people that are not believers, they believe in the theory, the Big Bang theory, and all those things. Mensen die niet geloven, die geloven bijvoorbeeld in de Big Bang theory, de grote oerknal. Yeah, and even if there would be a Big Bang theory, even if. En stel dat er wel een grote oerknal was. Where were the atoms that caused that thing? Where did those atoms came from? Waar kwamen die atomen vandaan? At some point you must always understand there was nothing and suddenly something was there. Er was, je moet begrijpen dat er niets was en opeens was er iets. You understand this, right? Yeah. So when we go into the world, dus als we in de wereld ingaan, we must understand the spiritual truth of how the world operates. Dan moeten we ook de geestelijke waarheid begrijpen waarin de wereld opereert. In the Bible you find hundreds of references to the nations of the earth. In de Bijbel vind je honderden referenties aan de nations, de naties op de aarde. So the earth is divided in different nations. De aarde is opgedeeld in verschillende landen. That's why when we go from Holland to South Africa in a couple of weeks, we change our geographical location from one nation to another nation. Wij gaan over een paar weken naar Zuid-Afrika en verander je eigenlijk de geografische locatie van het een naar de ander. Now the world is also put up in different portions. Maar de wereld is ook onderverdeeld in verschillende delen. But it's not called nations, they're called kingdoms. Dat heet geen naties, maar koninkrijken. So when you read the Bible, Bijbel, you often see scriptures like the kingdoms of the world. Dan zie je vaak schriftgedeeltes die spreken over de koninkrijken van de wereld. And it doesn't speak about, in most cases, it doesn't speak about the literal nations that are on the face of the earth. In de meeste gevallen spreken ze niet over de letterlijke landen die op aarde te vinden. I want to challenge you to really broaden your mind to look at the Bible or look at scriptures differently. Ik wil je uitdagen om anders naar de Bijbel en de schriftgedeelten te kijken. We are not only busy with earth, but we're also busy with the world. We zijn niet alleen bezig met de aarde, we zijn ook bezig met de wereld. Now the kingdoms are places of rulership over the world. Koningschappen zijn koninkrijken zijn plekken waar heerschappij in de wereld is gevestigd. Certain places of influence. Een plek met een bepaalde invloed. In Jeremiah 1 verse 10 the Bible says, see I have this day set you over the nations and over the kingdoms. En vers Jeremiah zegt, ik heb jou boven de natie gegeven en boven de koninkrijken. Jeremiah 1 verse 10. See I have set you this day over the nations and over the kingdoms. To do what? To root out, to pull down, to destroy, to throw down. Wow, yes, he has a mandate to really kill that thing. And then to build and to plant. Ik geef jou vanaf nu de taak om de volken uit te drukken, af te breken en te vernietigen, maar ook de volken op te bouwen en te planten. Not only over the nations of the earth, but also over the spiritual influences, the kingdoms of the world. Niet alleen over de natie ter wereld, maar ook over de werelden in de wereld. First you have to strip the authority that has been given to the kingdom of darkness, strip it and give it back to the rightful owner, which is Christ. Je moet eerst de autoriteit opnemen van koninkrijk des duisternis en dat weer teruggeven aan degene die bezit, Jezus Christus. The Bible says the systems got corrupted. De Bijbel spreekt over een systeem dat scheef is. Because God created the heavens and the earth, He also created the systems of the world. God creëerde de hemel en de aarde, maar ook het systeem in de wereld. But it got corrupted. Maar er zijn scheef van geworden. By Lucifer. Door Lucifer. The world became a wilderness, the Bible says.
De wereld is een wereld. But it's time for us to take up our rightful place again in the world. Het is tijd om onze rechtvaardige plek in te nemen in de wereld. Next week, the title for next week, part 4, is called In the Beginning. De titel van volgende week zal zijn In the Beginning. In the Beginning. Then I'll talk a little more about Genesis and what happened. Dan zal ik het hebben over Genesis en wat er gebeurd is. But for now, it is important for us to understand that system that is ruling now, the kingdom of darkness, needs to come back into the kingdom of light. Wat wij nu moeten weten, wat belangrijk voor ons is, dat wij het systeem uit de duisternis weer terugbrengen naar het licht. I'm going to give you some scriptures that you, also because of time, you don't need to go there, but you need to write them down. Ik geef een aantal schriftgedeelten, je hoeft ze nu niet bijpakken, maar wel even opschrijven. Or you have to remember them if you can. Of je moet ze herinneren als je kan. If you're really bright, perhaps you can remember them. Misschien kan je ze memoriseren. Jeremiah 10 verse 12 says, He has made the earth by His power, and He has established the world by His wisdom. Let me say it again. He has made the earth by His power and established the world by His wisdom. That was Jeremiah 10 verse 12. God maakte de aarde door zijn kracht. Hij maakte de wereld met wijsheid en plaatste de hemel met verstand. Romans 12 verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not be conformed to this worldly system, to the world, but be transformed by renewing your mind. That's Romans 12 verse 2. Jullie moeten niet meer op dezelfde manier leven als ongelovige mensen, maar leven als nieuwe mensen, zodat jullie op die manier gaan denken. Dan zullen jullie ook anders gaan leven, dan zullen jullie weten wat God's wil is en alles wat Hij wil is goed, mooi en gemaakt. Revelations 11 verse 15. Revelations 11 verse 15. It says, and the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord, hey, and His Christ, and He shall reign forever and ever. De zevende engel blies op zijn trompet en stemmen in de hemel die beluidt, vanaf nu is koningschap van de wereld van de Heer en zijn gezalfde. Hij zal voor eeuwig koning zijn. The kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ. That's a different revelation. 1 Corinthians 6 verse 2. Write it down. Don't you know that the saints shall judge the world? Weet u niet wat de gelovigen over de wereld zullen zeggen? Don't you know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Don't you know that we, as kingdom believers, we have been given the mandate and authority to judge the world, the systems that are ruling? Wist je dat wij de autoriteit hebben gekregen om judgment te vellen over? There are so many scriptures that you can find if you read the Bible with different eyes. Er zijn zoveel schriftbeelden die je kan vinden als je blijft met andere ogen. The Bible is not an encyclopedia, not a book, not a storybook. Het is geen sprookjesboek, geen verhaalboek. The Bible is a book of revelation. Het is een boek vol openbaringen. And the Bible says, and even Jesus said, I speak in parables because I don't want them to understand the mystery. En Jezus zei, ik spreek in parables omdat ik niet weet, ik wil dat iedereen het mysterie begrijpt. The Bible wasn't written for us to, for everyone to understand the mysteries. It was written to hide the mysteries. De Bijbel is niet geschreven zodat iedereen de geheimenissen kan ontdekken. Okay, that's another story. So we have to look at with different eyes. We have to look at the Bible with spiritual eyes, the eyes of revelation. Dus we moeten met andere ogen naar de Bijbel kijken, met geestelijke ogen. But there's one scripture that I want you to go with me to. Maar er is één schriftgedeelte waar ik jullie mee wil nemen. And I think I'm gonna leave that as the last scripture. En ik zal het ook laten. And that's Matthew 4, 4, verse 8. 4, verse 8. And that is the story when Jesus was led into the wilderness, into the desert by God. Do you remember that? The devil tempted him. Dat Jezus die bestemd werd geleid door de duivel. Of door God, dat de duivel hem weer tempte. Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory.
Daarom noemde duivel Jezus mee naar een hoger berg. Vanaf die berg kan Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. There is no physical mountain on this planet of which you can see all the kingdoms of all the nations. It doesn't exist. Er bestaat geen berg waarvan je alle koninkrijken van de wereld kan zien. The devil didn't take him up into a physical high place. Het was geen fysieke plek. He took him to a mountain. He took him to a spiritual barrier, a spiritual sphere of influence. Maar naar een spirituele ruimte, sphere van invloed. Yeah, and he showed Jesus all the kingdoms of the world, all the places of influence, all the places of dominion. He showed to Jesus Christ. Hij liet Jezus alle invloed van de wereld zien. All the systems. Alle systemen. It doesn't talk about the nations. It doesn't talk about the earth. Over de aarde. The devil wanted to give Jesus all the system that actually already belongs to Jesus. Hij wilde Jezus eigenlijk geven wat al aan hem toebehoort. But he wanted to give them, including the glory of it. Maar hij wilde ze geven ook inclusief. He wanted to give them before Jesus was glorified, before he could die for our sins, and before he could be resurrected. Hij wilde ze geven voordat Jezus was gestorven voor onze zonden en voordat hij was opgestaan. It's called premature access to authority. Dat heet voortijdige toegang tot de autoriteit. That leads to destruction. Dat leidt tot vernietiging. Jesus could never have accepted this because Jesus was not ready. Jezus kon dit nooit aannemen want hij was er nog niet klaar voor. And as a matter of fact, he already received it after he got glorified. Hij heeft ontvangen nadat hij inderdaad was verheerlijkt. But I want to stretch you a little. Maar ik wil jullie een beetje oprekken. To show you that the kingdoms that we're talking about here, and some call it the seven mountains, and we all know also that revelation. Sommigen noemen het de zeven bergen, want het komt terug in Openbaring. And then you will find that the kingdoms are the spheres of influence that rule the earth, like the arts and entertainment and the media and the politics, education, family, religion. En dan kom je verschillende domeinen tegen die invloed hebben op leven, bijvoorbeeld politiek, kunst, dat soort dingen. You see what's happening here? Zie wat er gebeurt? Do you understand this? Snap je dit? Ja, yeah, hè? Yeah. Okay. It is time for us to really stretch our mind. Het is tijd dat we ons denken verbreden. And to understand why we are created, with what purpose, what mandate, and over what. En dat we ook begrijpen waar we voor zijn gemaakt en wat ons mandaat is en waar we mandaat over hebben. So we can be really effective in when we pray and when we fast, that we want to step into a place where the rulership needs to change from darkness to light. Zodat we effectief kunnen zijn als we ergens een plek binnenstappen waar de duisternis moet worden gebracht naar het licht. And I spoke about this also on Friday with the missionary team that's going to South Africa. Ik heb het hier ook met het missieteam over gehad die naar Zuid-Afrika gaat. It's not enough for us just to do projects in the community. Het is niet genoeg om alleen maar goede dingen te doen in de gemeenschap. It is about changing the system to the kingdom of light. Het gaat erom dat wij het systeem veranderen in het koninkrijk van God. Long-lasting effect. Langdurend effect. That is what it's about. Daar gaat het om. Bringing back the glory of the earth back to the Father. De glorie van de aarde weer terugbrengen naar de Heer. Amen. Amen. Did you learn something? Yes. Next week I will continue on in the beginning. Volgende week ga ik weer over in het begin. When you understand what happened in the beginning and why we are created as people. Dat je begrijpt wat er gebeurde in het begin en waarom wij gecreëerd zijn als mensen. I believe that we will become more effective as kingdom people. Dan geloof ik dat we meer effectief zullen zijn als mensen van koninkrijk. We can exercise our rule and reign better. We kunnen onze heerschappij beter uitoefenen. I would like to ask. Can I ask, Swendy? Can I ask you to come and pray?
great revelation, this great impartation that you have done through Apostle Stephen, Father. Father, and we ask you that these words that you have spoken, Father, the scriptures that you have shown us, Father, to make them alive to us, Father, to make them go beyond just revelation, but to help us to actually walk in it, Father, to make it wisdom, Father, to apply it in our day-to-day lives, Father. Father, help us to stretch our minds like the apostles spoke, Father. Lift up our thinking to your word, Father. Help us not to try to lower your word to fit our lifestyles, Father, but to lift our lifestyles to fit the standard of your word, Father, to fit the standard of ambassadorship, of rulership, of stewards that you have called us to be, Father. Father, we ask you to, as we walk with you day by day, Father, we ask you to help us to make these things, Father, your kingdom a priority, Father, like Jesus spoke about in Matthew 6:33, Father, for us to really seek first your kingdom, Father, to make it our the most important thing in our lives, Father, and out of that, everything else will fall in place, Father, everything else will be ordered according to your intent from the beginning, Father. Father, we thank you that you are entrusting us with the earth, Father. We don't take this lightly, Lord. Thank you for trusting us as your people to rule over this beautiful planet that you have created, Father, and to set order in the world systems, Father. Father, help those who don't have a revelation yet of where they are supposed to be, Father, where you have called them to be, what place of influence you have called them to be in this world, Father. Give them revelation, Father. Give them revelation today, Father, of their call. We ask you to place them strategically, Father, as you please, Father. Place them in strategic places that they can be the light, the influencers that you have created them to be, Father. Father, we receive this in the mighty name of Jesus. Thank you, Brother Smith. You may all be seated. I encourage you to read back the notes that you made, you know, when you go home or this week. Or to listen back if you recorded. And to really study the scriptures that we shared today. There was a lot of scriptures. En de schriftgedeelte die we studeerden, die we hebben gedeeld vandaag, tamelijk veel. Because we need to understand what our mandate is on the earth. We moeten begrijpen wat ons mandaat is op aarde. And I really wish that we can all go fast and we can be the ones that can be responsible for restoring it back to God. En ik hoop dat wij degene kunnen zijn die het ook weer kunnen herstellen op de manier waarop God het gewild heeft. On the earth we're called the salt and in the world we're called the light. Op aarde zijn we het zout en in de wereld zijn we het licht. There is already a scripture that you can think about again in the light of today. Het is ook een schrift om dichter in de Bijbel te pakken aangaande vandaag. But I really want to encourage you. I really thank the Lord for everything that He's doing through us. Ik wil God bedanken voor de dingen die Hij door ons heen doet. And that He really has opened up the Bible to us. Dat hij de Bijbel voor ons heeft geopend. We can read it and study it in the way that he always purposed it to study. Dat wij kunnen lezen en studeren op de manier waarop hij dat bedoeld heeft. Amen. Thanks. Want je wilt voor jezelf kunnen houden. But you want to make it silent out of us.
En hij wil discipelen van ons maken. So therefore we are very grateful for your message and your knowledge and for your wisdom. Daarom zijn we dankbaar voor je boodschap en voor je kennis en wijsheid. Amen. We're going for our next activity. We would like Pastor Sharif to eerst prepare the offering for us. All right, yes, it's time for giving. It's time to give. Yeah, before we give to the Lord, yeah, I want to just reflect a little bit on the word that Pastor Stephen just shared. Wil ik kort reflecteren op het woord dat Pastor Stephen zojuist gedeeld heeft. And a piece of scripture that I got to that I received to share with you guys right now. En ik heb een schriftgedeelte ontvangen om met jullie te delen. Malachi 3. Malachi 3. Hoofdstuk 3. Let's go to verse 8. Will man rob God? God asks, yet you have robbed me. But you say, in what way have you robbed you? In tithes and offerings. Mag een mens God beroven? Nee, yeah. Maar toch beroven jullie mij. Ja, yeah. Sorry. jullie geven mij niet, jullie vragen me beroven bij u. Wat bedoelt u? Jullie geven mij niet de gaven waar ik recht op heb. Ja, when Pastor Stephen talked about the table, you know, God created everything out of nothing, right? Toen Pastor Stephen het over de tafel had. Yeah, and God die creëerde alles vanuit niets. Yeah, if you go gather wood in the forest. En als je hout gaat verzamelen in het bos. Make a beautiful table. En je maakt een mooie tafel. And you say this is my table. Dit is mijn tafel. I own this table. Dit is voor mij deze tafel. No, you have. What's the word we use? You have stewardship over that table. Ik heb zeggenschap over deze tafel. Yes, that's something that philosophers have been battling with each other for thousands of years. De filosofen die hebben al discussies over duizenden jaren lang. What does it mean to own something? Wat betekent om iets te bezitten? Yeah, they talk about owning air, oxygen. Ze hebben het over bezitten van lucht, zuurstof. You can't own it because it's everywhere. It's not scarce. Je kan het niet bezitten, want het is geen schaarste. Yeah, are they talking about what if you put your work into something, you put energy into something, is it then yours? En als je ergens werk en energie insteekt, is het dan wel van jou? Yeah, like if you I don't know, like the table, if you go gather wood, you put energy and you make the table, is it then yours? Zoals bijvoorbeeld op de tafel, je stopt de energie in en je maakt hem, is het dan wel van jou? No, it's all still God. Nee, het is nog steeds van God. Ja, het is altijd God. En by claiming all these things, these things that God gave us. En door de dingen te claimen die God ons heeft gegeven. Saying it is ours, I'll use it the way I want it. En zeggen, het is voor mij, ik gebruik het op de manier dat ik wil. We're robbing God, actually. Dan stelen we van God. Yeah, and sometimes even in our tithes and offerings, which is also given to us by God, when we everything we own, right? En ook onze tieners, die ook door God aan ons gegeven worden. Yes, and if you read further, verse 10. En als je verder leest, vers 10. God says, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Breng voor alle gaven waar ik recht op heb naar de voorraadkamer van mijn tempel. If you do, says the Lord of Heaven's armies. Als je dat doet, zegt de Lord van Hemels en Hemelschap. I will open the windows of heaven for you. Dan zullen mijn priesters. Ik heb het anders. Breng je alle graag recht op naar de voorraadkamer van mijn tempel, namelijk het tiende deel van jullie oogsten, dan zullen mijn priesters te eten hebben. Yes, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Probeer het maar, zul je zien dat ik ervoor zo zorg dat goed is. Ik zal voldoende regen geven dat jullie grote oogst zullen hebben. Yes, try it. Put me to the test. Test me. Yes. En
then God says in verse 11, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and then disease. En ik zal je beschermen tegen springhalen, dus zullen niet meer jullie graan oogsten vernietigen. Now I want to pause here again. We saw in Genesis chapter 2, right? We hebben dit ook gezien in Genesis hoofdstuk 2. Yeah, as Apostle Stephen just shared, there weren't anything because it didn't rain yet, and there wasn't anybody to work the ground. Er was ook niks wat groeien omdat het niet geregend, er was ook niemand om de grond te bewerken. Yeah, there wasn't anybody to work. But God says in this verse, even after you've given your offers, God zegt in het vers zelfs als je hebt gegeven, He will protect your crops from insects and disease. Zal hij jullie beschermen tegen de springhalen en zullen de graanoogsten vernietigd worden? Yeah, but those crops won't come out of anything, right? Maar die graan of die oogst komt niet uit niets. You still have to work the ground. Je moet er steeds de grond van werken. After you've given your tithes and offerings, nadat je tien hebt gegeven, God will bless you. God, and he says he will open up the heavens for you. God zal je zegenen en de hemel voor je openen. It will pour out. En hij zal over je uitregen. The rain will come. Het regen zal komen. But like in Genesis chapter 2. Maar zoals in Genesis hoofdstuk 2. We need to work the ground, right? And it follows by saying your grapes will not fall from the vine before they are ripe. En ik zal ervoor zorgen dat aan jullie wijnstruiken prachtige druiven tussen groeien. Before they are ripe. Ik heb een andere versie. Voordat ze rijp zijn. It says in the New Living Translation, your grapes will not fall from the vine before they are ripe. Meaning it's their time to be taken from the tree. En dat betekent dus, ze worden pas geplukt als het tijd is. Yeah, you know, sometimes we give our tithes and our offerings and we say, yes, it's time for us to get blessed now, it's time for that sevenfold. It's time for everything that we have given to, we receive that back immediately. Soms geef je met intentie, ik heb een zegen nodig, dat is de intentie dat je geeft. Yeah, but we have to first work the ground. We moeten eerst de grond bewerken. And wait for the fruit to be in season. We moeten wachten tot de vruchten rijp zijn. Yes, that's when the fruit can be, the fruit can be harvested from the tree, right? En dan kan de vrucht pas geoogst worden. So yeah, do give your tithes and offerings. Give with a happy heart, the Bible says. Geef je tienden met een blij hart. But know that after that, it's not finished yet. There's work to be done. Maar beter dat daar niet over is, er moet worden gewerkt. Yes. So I'll pray. Father God, I want to thank you this morning for everything that you have given us stewardship over, O God. We recognize that everything, the whole earth belongs to you, O God. Even that we inherited the earth, O God, it also belongs to you, O God. So we will not rob you, O God, of what is yours, O God, but we will give it back to you, O God. And as you open the heavens, O God, in our lives, O God, and as you pour down the blessings, O God, we open ourselves, we set ourselves, O God, to work the earth, O God, and be fruitful on the earth, O God, and see that our blessings bear fruit, O God, and see that when it's the right season, O God, when it's time for these fruits to be harvested, O God, that we'll be there, O God, to do the work, O God. So we pray that everything that we give back to you, O God, will fall in fertile ground, O God, and that we can reap what we sow, O God. So we pray for your blessings, O God. We pray for provision, O God. We pray that you take care of all our needs, O God, this morning, O God. We pray that your house is fully, everything is provided for your house, O God, that the storehouse of your church, O God, is full, O God, and that your church will not lack anything, O God. And as your church is everything is provided for your church, O God, as there is no lack in your house, O God, that you
will pour down the blessings, O God, on this house, it's more, O God. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. 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 Yeah, so we all know how to give. Weet je open te geven? Ja, we have the bank account. We hebben het bankrekeningnummer. Sister Lisandra is standing here in front with a basket. En Sister Lisandra kan je met cash betalen. And Sister Sherry is in the back with the machine. En mijn Sister Sherry kan je dienen. Yes. You may give. Amen. Amen. Amen.